Nou, als je nog even aanvoerder, Steven Nieuwendaal, dan verlies je met 4-0 van Lokeren. Wat zegt jou dat? Dat het verschil in kwaliteit vandaag en zeker op het einde te groot was. Wat is daarvoor de verklaring? Ja, kwaliteit. Ja? Nou ja, een stukje kwaliteit, misschien ook wel een stukje conditioneel. Zij beginnen toch, ik geloof, 1,5 week eerder met de competitie. Dus zij waren toch wat fitter, denk ik. Maar ja, daarbij denk ik dat zij onze fouten genadeloos hebben afgestraft vandaag. Ik had er zelfs een beetje het idee dat jullie het wel lekker vonden in het zonnetje. Dat jullie niet zo heel erg veel zin hadden. Nou ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat de jongens die op het veld stonden er wel alles aan gedaan hebben. Maar ja, goed, wat ik zeg, als het verschil in kwaliteit daar is, ja, dan kan je niet altijd zomaar op basis van inzet goed maken. Jullie maken heel veel doelpunten tegen de amateurs. Je verliest met 2-0 van Cambuur en met 4-0 van Lokeren. Wat zegt dat over waar Sparta staat nu? Ja, goed, dat zegt mij nog niet zo heel veel. Kijk, het is voorbereiding. Ik speel nou voor mijn derde jaar bij Sparta. De eerste 2 jaar waren we volgens mij kampioen van de voorbereiding. En als het seizoen begon, dan was het iedere keer crisis. Dus ja, goed, het zegt mij eigenlijk niks. De afgelopen 2 jaar was je ook altijd vaste waarde. En dan lijkt het nu misschien nog een beetje kiele-kiele. Hoe ervaar jij dat? Ja, goed, dat is iets, dat moet je bij de trainer zijn. Ik ga ervan uit dat ik speel. Ik denk dat ik hoor te spelen. Maar goed, dat is aan de trainer en die maakt de opstelling. Ik ga ervan uit dat ik erbij ben tegen PSV. En als ik dan zeg, ik ga straks kiezen voor een middenveld met Peters, De Nooyer en Bruinier, ben ik dan heel erg gek en krankzinnig? Nee, nou ja, goed, dat zou ook best kunnen. Maar ja, goed, ik bedoel, ik zorg ervoor, of ik zal gewoon zelf niveau moeten halen. En ja, volgens mij doe ik dat aardig op trainingen en ook in wedstrijden, in de minuten die ik krijg. Alleen ja, goed, het is aan de trainer om de opstelling te maken. Maar merk je iets over die opstelling die ik net zei? Voel je dat zelf ook aankomen? Je loopt lang genoeg mee? Ja, je voelde het natuurlijk wel. Ik bedoel, we hebben verschillende samenstellingen gespeeld. Maar ja, goed, het is ook nog geen eerste competitiewedstrijd, dus we hebben nog even. Is Sparta nu, als je kijkt naar die afgelopen 2 jaar, waren jullie die jaren hiervoor verder op dit moment of juist niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is iets dat zal moeten blijken bij de competitiestart. Ik moet zeggen, de voorbereiding is altijd een beetje bedrieglijk. In die zin dat je soms hele goede wedstrijden speelt. En op het moment dat er wat druk op komt te staan van een competitiewedstrijd, kan het zomaar wegvallen. En dat kan ook andersom het geval zijn. Dus dat durf ik nog niet te zeggen. Is er dan een positie, denk je, waar Sparta zich mogelijk nog meer zou moeten gaan versterken? Zoeken naar een linker centrale verdediger. Is er in jouw optiek nog meer posities die beter ingevuld zouden kunnen worden? Ja, dat is niet aan mij. Nee. Dat is aan Wiljan Vloed en de trainer om dat op te lossen. De trainer die raakt niet zo snel in paniek, geloof ik, hè? Nou ja, prima. Ja. Gewoon, laat maar komen, zegt hij. En we staan er straks heus wel. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik bedoel, we kunnen wel allemaal negatief gaan doen, maar daar redden we het ook niet mee. Dus nou, wat hij zegt, laat maar komen. Ja, aan de andere kant, we kunnen wel negatief gaan doen, maar uit deze wedstrijd veel positieve dingen halen is ook lastig, denk ik. Ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Maar goed, jullie hebben de wedstrijd ook gezien. Er zal ook nog wel het een en ander moeten gaan veranderen en het zal allemaal wel wat beter moeten. Maar ja, daar hebben we nog wel de tijd voor nu. Houdt het met name de trainer over kansen creëren. Ben je dat met hem eens? Ja, ik denk dat we niet heel veel gecreëerd hebben vandaag. En, ja, dan scoor je ook niet, wat je net ook al zei, dan hou je de 0 voor op. En dat is natuurlijk wel iets, ja, je wil natuurlijk altijd zelf scoren, want daar ben je voor gaan voetballen.